Mijn naam is Twan Vermeulen. Ik ben 33 jaar en ik woon in Den Bosch. Ik ben een jaar geleden een bedrijf gestart en dat heet Het Proefmonster. Het Proefmonster heeft te maken met alles wat je kunt proeven, namelijk lekker eten, goede wijn en niet onbelangrijk de sfeer. Nou, ik heb een zeer passende opleiding gevolgd. Ik heb namelijk geschiedenislerarenopleiding in Nijmegen gevolgd. Hiervoor was ik geschiedenisleraar. Dat heb ik een aantal jaar gedaan. Niet helemaal mijn ding, zal ik maar zeggen. Ik had vaak het gevoel dat ik het slechte nieuws kon brengen. En wat ik nu doe, heb ik het gevoel dat ik het goede nieuws kon brengen. Dus mensen zitten wel op mij te wachten. Het idee om het proefmonster te starten is ontstaan vanuit mijn hobby. Ik kook al jarenlang heel graag. En ook wijn is een grote passie. En als ik op vrijdagavond niks te doen had, dan belde ik wat vrienden op en nodigde ze uit voor een uitgebreid diner. Belangrijke karaktereigenschappen voor een ondernemer zijn volgens mij dat je passie hebt en dat je doorzettingsvermogen hebt en dat je doelgericht bent, dus dat je het doel nooit uit het oog verliest en dat je vooral daarop focust. Mijn droom is enerzijds dat ik dit bedrijf tot een groot succes maak en anderzijds die droom die ligt iets verder weg en is ook iets groter, maar die droom om de wereld rond te reizen als kok, dus dat ik met mijn gezin al kokend bij mensen de wereld rondreis, zodat ik de twee dingen kan combineren.